Dames en heren, goedenavond. Wij gaan verder met onze vergadering. Althans, wij openen een nieuwe vergadering, namelijk die van de gemeenteraad. Ik heet iedereen die hier in de raadzaal aanwezig is natuurlijk van harte welkom. En dat geldt zeker ook voor degenen die ons thuis volgen. We hebben een mooie agenda voor de boeg, waarbij het streven is om dat in een tempo te doen dat wij in ieder geval een uur tot anderhalf uur met elkaar daar doorheen zouden moeten kunnen. Maar goed, we moeten ook recht doen aan de stukken die op de agenda zijn. Dus we moeten maar even zien hoe het gaat. Kan de agenda als zodanig worden vastgesteld? Dan kom ik bij agenda punt 2, het vragenhalf uur. Dat deze keer niet langer hoeft te duren dan het aankondigen daarvan, want wij zijn ons geen vragen bekend. Dat klopt ook. Dan kom ik bij de vaststelling van het verslag van de openbare vergadering van uw raad op 5 november jongstleden. Daar zijn volgens mij geen opmerkingen bij gemaakt, dus dan lijkt het erop dat ik dat kan vaststellen. Dan is dat ook geschied. Dan kom ik bij de ingekomen stukken en voorstellen naar aanleiding van deze ingekomen stukken. Dat is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling bestuursdienst Ommen Hardenberg, die u door het dagelijks bestuur is toegestuurd. Kunt u die toestemming verlenen? Dan heeft u dat ook gedaan. Nou, dit gaat goed zeg. Behalve dan dat wethouder Schelen wat doof wordt. Nou, mededelingen vanuit het college van burgemeester en wethouders. Wie durft? Nee. Dat is mooi. Het gaat helemaal goed. Nou, dan kan het nu wat ingewikkelder worden. Dan kom ik bij de benoeming van het lid van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uurregio. Ik kan volstaan met de vraag of iemand behoefte heeft aan hoofdelijke stemming. Of dat wij kunnen volstaan met besluiten. Mooi, dat scheelt de heer Katerberg een gangetje deze kant op. Dan kom ik bij de bespreekstukken. Die zullen ongetwijfeld iets meer aandacht vragen. Het begint met de vaststelling van het bestemmingsplan aanpassing N348 Ommen en het beeldkwaliteitsplan wat daarbij hoort. Wie wenst erover het woord? Dat zijn, ik vermoed, alle fracties. Ik begin met de fractie van het CDA, de heer Dunnewind. Hij doet het. Voorzitter, allereerst dank voor het beantwoorden van de gestelde vragen door de wethouder. Wel bijzonder te vermelden dat ten tijde van de behandeling van het dossier in de raadscommissie er geen telverslagen waren. Een paar weken later blijken die tellingen er wel te zijn. En komt er alsnog een rapport boven tafel. Het kan snel gaan en wellicht dat die kast waar mevrouw Lagasse het net over had, die toch omgevallen is en dat die toch nog boven tafel is gekomen. Dank u wel. Voorzitter, de ontwikkelingen ten behoeve van de tunnel in de N348 op het grondgebied van de gemeente Ommen loopt al een hele tijd. Het betreft een project van de provincie. De achterliggende periode is er nagedacht over de positionering van de tunnel. Tal van overleggen zijn hierover gevoerd, waarbij ook de gemeente Ommen aan tafel heeft gezeten. De uitkomst van deze beraadslagingen is een tunnel tussen de Damsolterdijk en de Achterveldsweg. Een compromisoplossing zou je kunnen zeggen, waarbij landbouwgrond wordt opgeofferd voor asfalt. Wat vanavond voor ligt is het al dan niet instemmen met de wijziging van het bestemmingsplan om de bouw van een tunnel op genoemde locatie mogelijk te maken. De bedoeling is dat weggebruikers de N348 veilig kunnen oversteken, of beter gezegd, veilig eronder door kunnen gaan. Hoe dan ook, veilig van de ene naar de andere kant. Het zal u dan niet verbazen dat het CDA voor plannen is die de verkeersveiligheid bevorderen. Gaan we echter inzoomen op de tunnel zelf en haar directe omgeving, dan valt het CDA een aantal zaken op die indirect met dit raadsvoorstel te maken hebben. Zaken die tegen dit raadsvoorstel aanschuren en zeer van belang zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen. Zaken waar het CDA nog niet gerust op is. Of de aanleg van de tunnel niet voor nieuwe verkeersonveilige situaties gaat zorgen. Ik noem deze zaken in willekeurige volgorde en het CDA wil graag een reactie van de wethouder.
Ofschoon de breedte van de tunnel geen onderdeel uitmaakt van dit raadsvoorstel, heeft het CDA, evenals andere partijen in de raadscommissie, de wens uitgesproken voor de aanleg van een bredere tunnel. Hierop heeft de wethouder een verzoek naar de provincie gestuurd om hier invulling aan te geven. Het CDA wil graag weten wat het formele antwoord van de provincie is. Indien de tunnel volgens voorliggend voorstel zou worden aangelegd, is er dan aan weerszijden voldoende ruimte voor de voertuigen om op te stellen en elkaar te passeren zonder daarbij de bermen kapot te rijden? Wat betekent dit voor de verkeersveiligheid in het algemeen en voor de fietsers in het bijzonder? Is de politie betrokken geweest in de besluitvorming? De VOV-fractie had dit ook al gevraagd in schriftelijke vragen afgelopen week. Het CDA wil voorkomen dat we ja zeggen tegen het voorstel en dat naderhand op advies van de politie blijkt dat het niet verkeersveilig is en aangepast moet worden. Het beeldkwaliteitsplan voorziet niet in bermverharding. Ook in de beantwoording op de ingediende zienswijze wordt aangegeven dat het aanleggen van bermverharding ter plaatse niet nodig is. Lees ik het antwoord bij vraag 5 van de door de CDA-fractie gestelde vragen, dan wordt ter plaatse in bermverharding voorzien. Echter, alleen, als ik het goed lees, langs de parallele weg aan de oostzijde en dan tussen de tunnel en de Damsholtedijk, dus in zuidelijke richting. Betekent dit dat geen bermverharding langs de parallelweg in noordelijke richting zal worden aangelegd? Indien dit zo is, kan de wethouder dan een toezegging doen dat ook hierin zal worden voorzien en dat de aanleg hiervan tegelijkertijd wordt opgepakt? En wie draait voor de kosten op voor het aanleggen van de bermverharding? Indien er besloten wordt tot het plaatsen van een ferry, wie is daar verantwoordelijk voor en wie draait voor de onderhoudskosten op en wat zijn die kosten? Nog twee vragen. Indien de N348 een 80 km per uur weg blijft, heeft dit dan consequenties voor dit plan? In de raadscommissie is ingesproken waarbij aangegeven is dat er geen contact is geweest met de heer Klein-Luchtenbelt. Kan de wethouder aangeven of dit contact inmiddels tot stand is gebracht? Voorzitter, de wethouder heeft ons tot nu toe goed op de hoogte gehouden en het feit dat we op de dag van vandaag geen aanvullende informatie van hem hebben ontvangen, gaan we er als CDA van uit dat er nog geen formeel antwoord van de provincie is ontvangen. Indien dit het geval is, vraagt het CDA het college dan ook om het raadsvoorstel aan te houden tot het formele antwoord van de provincie is ontvangen. Mocht het college besluiten tot aanhouden van het raadsvoorstel, dan kan wat het CDA betreft de beantwoording van de ons gestelde vragen vanavond eventueel schriftelijk, maar dan wel voor de volgende vergadering, dat dit voorstel opnieuw aan de orde zal zijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan ga je naar de fractie van de VOV, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, toen wij het voorstel voor de commissievergadering voor het eerst ter beschikking kregen en lazen, hadden wij zoiets van, het gaat hier om een gewoon bestemmingsplanwijziging en wat zou je daar nou mee moeten? En de grondslag daarvoor lag ook in de raadsperiode van 2010-2014, waar dit onderwerp al een aantal keren aan de orde is geweest. En ook vele insprekers zijn geweest die toen ingegeven hebben van, kijk uit voor het sluipverkeer van oost naar west, die dan over de Limmelenberg richting Zwolle gaan. En dat moet ontmoedigd worden. En wij hadden eigenlijk de indruk, voorzitter, dat mijn voorganger gaf het ook al aan, dat het een soort compromisovereenkomst was die er nu lag, die gedragen werd door iedereen. Toen wij wat verder gekeken hebben, nou, mevrouw Gasschut schudt al van nee, dus die zal er wel ervaring mee hebben. Voorzitter, toen wij een aantal insprekers gesproken hebben, daar hadden wij zoiets van, het is iets meer dan die bestemmingsplanwijziging. Want ja, in de bestemmingsplanwijziging ga je niet over de breedte van de tunnel, maar wij zijn wel verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en de omgeving rond die tunnel. Ik sluit me aan bij wat de CDA-fractie zegt van, waar is de uitkomst en beantwoording van de brief van de provincie? Want die is van ons van wezenlijk belang van, voor of tegen te kunnen stemmen. Van, hebben die al aangegeven van dat ze willen kijken of die tunnel breder moet worden? Ik moet er wel bij aangeven, voorzitter, en dat heb ik ook wel bij een aantal mensen aangegeven die bij ons in de fractie geweest zijn. Eigenlijk
Druk je op de verkeerde deurbel als je over die breedte van die tunnel wilt zijn. Dan moet je hier niet bij de gemeente zijn, maar bij de provincie. En eigenlijk hebben wij ook als gemeente, college, maar ook als gemeenteraad een klein steekje laten vallen. Want vanaf 2010, 2014, vorige raadsperiode, hadden we hier misschien beter op moeten inzoomen. En dat neem ik ook mijzelf kwalijk. Dus van ons is van belang inderdaad van, wat heeft de provincie aangegeven en onder welke voorwaarden kunnen we nog een aanpassing verwachten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer De Jonge. De heer Nijhuis namens de fractie van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Even aansluiten op wat mijn voorgangers al gezegd hebben, zou ik veel in herhaling vallen. Een klein stukje is toch een soort herhaling. Vooral nog een vraag over de tunnel, want dat is al wel wat de meeste mensen bezighoudt. En de kosten voor een bredere tunnel bedraagt circa 250.000 euro. En dat zou de provincie er niet voor over hebben om de omwonenden en de gebruikers daarin tegemoet te komen. Wel zal er dan een VRI, een verkeersregelinstallatie, geplaatst worden, waarvoor de kosten van het onderhoud voor de gemeente komen. Zijn we dan op termijn niet voordeliger uit met een bredere tunnel? Als er een smalle tunnel komt waar een VRI wordt geplaatst die beschadigd kan raken, dan komen de kosten voor herstel van rekening van de gemeente. U heeft aan de provincie verzocht om te bezien of er mogelijkheden zijn om een brede tunnel aan te passen. Heeft u daar inmiddels reactie op ontvangen? Tot zover. Dank u wel. Fractie van de VVD, mevrouw Schunselaar. Ja, dank u wel, voorzitter, voor het woord. De N348, deze verbinding tussen Raalte en Omme, die houdt ons al geruime tijd bezig. Dat is ook al door mijn voorgangers gezegd. En dat is ook waar, want het betekent nog wel eens wat als je voor keuzes komt te staan wat direct of indirect met je bedrijf of met je woning wat er te maken heeft. Van de andere kant ervaren vele mensen, en ook ik, dat de oversteek hier vaak wel heel veel geduld vraagt. En de ergernissen die je dan hebt, dat je dus lang moet wachten, dat moet je behoorlijk onder bedwang houden. Terecht dus dat er iets gedaan moet worden, want het verkeer moet kunnen doorstromen. Maar ook voor de mensen die dus willen oversteken, is het ook wel soms een tricky situatie als je dus als automobilist bent en dan hoop je maar dat degene die wil oversteken, dat hij het zicht goed in beeld heeft. Er is een oplossing gekomen, dat is een tunnel in plaats van de twee oversteekpunten bij de Damsholteweg en de Achterveldseweg. Dit zou dan de minst slechte zijn. Uit de samenvatting van de gelopen processen, en ik ben erg veel dank aan de wethouder dat hij ons dit gegeven heeft, zo konden we het hele proces nog eens even goed doorkijken. Er is heel veel tot stand gekomen. En zoals het in zo'n situatie gebeurt, je kunt niet iedereen tevreden stellen. Blijft dan ook gewoon lastig. De VVD-fractie heeft hiervoor begrip, maar begrijpt ook de opmerkingen van onder andere de plaatselijke belangen Damsholte, Gietmen en Vilseren om te pleiten voor een tunnel breder dan de voorgestelde 4 meter. Want door de provincie voorgestelde breedte kan wel eens problemen veroorzaken op termijn. Verkeerstechnisch en ook veiligheidstechnisch. Een bijstelling van aan de voorkant is doorgaans goedkoper dan een bijstelling achteraf. En dan praten we nog niet eens over de frustratie als uiteindelijk dan toch die tunnel te smal blijkt te zijn. Want volgens ons zit niemand hierop te wachten. En in de afgelopen commissievergadering is dit ook heel duidelijk naar voren gekomen. En de wethouder zou hierover ook schriftelijk contact opnemen met de provincie. En zoals mijn voorgangers zeiden, wij zijn heel benieuwd of er een reactie op gekomen is. En als er een reactie is, wat die reactie dan is. Voorzitter, zoals gezegd, we praten over een nieuw bestemmingsplan om de aanleg van een tunnel en de bijbehorende infrastructuur in planologische zin mogelijk te maken. Dat begrijpen we best, maar de aanleg van deze tunnel heeft nogal wat gevolgen voor de toevoerwegen naar de tunnel toe. En onze zorg ligt dan ook hier. Want kom eens met een grote wagen, bijvoorbeeld een melkwagen of een tractor, moet ik zeggen, voor de tunnel, als je moet wachten dat het verkeer van de andere kant komt, dus uit de tunnel komt, dan moet je een ruime bocht maken om door die tunnel te gaan. Dan is het ons inziens vanzelfsprekend dat je daar ruime opstelstroken hebt. Want er is veel ruimte nodig om die bocht heel goed te kunnen maken.
Met andere woorden, de parallelweg zal zeker voor de tunnel ruimer moeten zijn, heel ruim moeten zijn, ruimer dan normaal. En mijn vraag is dan ook of hierin al voorzien is. De aanleg van de Ventweg aan de kant van Vilsteren, daarvoor is de provincie verantwoordelijk. Het onderhoud komt, volgens mij, maar misschien heb ik het fout, op het bordje van de gemeente. De parallelwegen langs de N348 die zullen drukker worden. En hierdoor zal vaker onderhoud moeten plaatsvinden. En voor wiens rekening komt dit? Verder zullen de bermen op de Deventerstraat en de Vilsterstraat extra verhard en ook verbreed moeten worden. Dit zal dan, zoals ik in de stukken lag, samen met de provincie met de gemeente Dalfsen en de provincie gebeuren. Er zijn dan afspraken gemaakt over de kosten hierin. Let dan ook op dat de extra breedte nodig is om te kunnen wachten, wat ik eerder al gezegd heb, om die tunnel veilig en goed in te kunnen rijden. Dit laatste en de vele verkeerstechnische aspecten zullen ook ten aanzien van de fietsers aan de orde zijn. En die zijn ons inziens nog niet voldoende onderzocht. Die zijn niet voldoende onderzocht, niet voldoende besproken en niet voldoende afgekaderd. En dat bezorgt ons hoofdpijn, dat bezorgt ons zorgen. En dat is niet goed. Voorzitter, laat ik kort zijn. De VVD-fractie wil dit voorstel graag aanhouden tot het moment dat er meer duidelijkheden komen over het vervolg hiervan en dat de zaken beter zijn afgekaart. Dank u wel. Dank u wel. Fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan hier kort over zijn. Verkeersveiligheid, doorstroming, duurzaamheid. Het is al een aantal keer in de orde gekomen. Bij de commissievergadering ook, wij hebben aandacht gevraagd voor de breedte van de tunnel als het gaat om verkeersveiligheid. De vraag is inderdaad heel simpel, is er al een formeel antwoord van de provincie? Zo ja, wat is het antwoord? En zo nee, dan kunnen wij inderdaad ook, dan vragen wij ook om het aanhouden van het raadsvoorstel totdat een formeel antwoord van de provincie is. Voorzitter, dit was het. Dank u wel. De fractie van de LPO, de heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. De N348. Veiligheid staat voorop. Het voorstel wat we gekregen hebben, heb ik al eerder aangegeven, is het sparen van de kool en de geit. Enthousiast kunnen we er niet van worden. De zorg van de diverse plaatselijke belangen en ook die van de LPO gaat met name uit naar de breedte van de tunnel en de bermen. Voor de consequenties van het niet verharden heb ik de wethouder eerder al gevraagd via Witte Paal naar huis te rijden. Heb hem ook verzocht om de financiële afwikkeling plaats te laten vinden voor een eventuele overdracht aan de gemeente. De wethouder heeft op verzoek van de raad een brief gestuurd naar de provincie. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Welke risico's lopen we hiermee? Zoals gezegd betreft het hier echter alleen een bestemmingsplanwijziging. Welke alternatieven hebben we dan als gemeenteraad? De kosten van de tunnel zelf betalen? En hoe verhoudt zich dat op lange termijn in relatie tot het onderhoud aan de VRI die we voor onze rekening moeten nemen? Kortom, nog een aantal vragen die openstaan voordat we hier een definitief besluit over kunnen nemen. Tot zover. Dank u wel. Dan de fractie van de ChristenUnie tenslotte, de heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, gezien de discussies hier zou je bijna denken dat we als gemeente om een tunnel aangeleggen, maar dat is niet het geval. Het gaat hier over het bestemmingsplan aanpassing N348 Ommen. En N348 landschapsplan en beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen. Ja, en het is toch wel lastig om te moeten beslissen over zo'n aanpassing als we uiteindelijk niet gaan over de budgetten voor de inrichting. Want dat is eigenlijk het probleem waar we hier nu tegenaan lopen. En de ChristenUnie heeft tijdens de behandeling in de commissie de insprekers gehoord. En we hebben de zienswijze gelezen. En wij concluderen dat op zich de plannen kunnen rekenen op draagvlak. Er is hier en daar zijn er wat compromissen gesloten. Maar wij zien ook wel dat een van de grote knelpunten die men ziet inderdaad de breedte van de nog aan te leggen tunnel is. En een meter breder zou in de ogen van velen en ook in die van de raad, als we tijdens de commissie goed hebben geluisterd, al veel schelen. We zijn daarom wel heel blij met de brief die het college aan de provincie heeft gestuurd. Die geeft een heel duidelijk signaal af.
In dat kader zouden we dan de belanghebbenden ook willen oproepen om hun stem ook via de geëigende kanalen bij de provincie te laten horen. Zoals het college dus ook al gedaan heeft. Meneer de voorzitter, wij kunnen leven met deze plannen en we hopen dat de inrichting door de provincie zal gebeuren naar de wens van de belanghebbenden. Nogmaals, helaas gaan wij daar niet over. Dank u wel. Namens het college wethouder Ter Kuurst. Voorzitter, dank u wel. Ik zou alle vragen kunnen gaan beantwoorden en dat wil ik ook wel gaan doen. Maar eigenlijk komt het hierop neer, met uitzondering van de ChristenUnie die gezegd heeft van dit plan kan eigenlijk doorgang vinden. Eigenlijk komt het hierop neer dat u bijna raadsbreed deze tunnel op deze plek in deze verschijningsvorm eigenlijk niet wilt. Dan vat ik het heel kort samen. Van belang daarbij is dat u formeel antwoord krijgt van de provincie, van gedeputeerde staten, of ze wel of niet bereid zijn extra geld te steken in een meter, twee meter, 2,5 meter bredere tunnel. Dat formele antwoord is er niet. We hebben wel maandag, dinsdag en woensdag gebeld met de provincie. En Zeliko Zoric heeft zowel van de projectleider als van de projectmanager te horen gekregen dat er een brief is opgesteld, een advies richting de gedeputeerde, de heer Boeman. Dat zal volgende week worden besproken in het PFO. En op 1 december zal dat worden besproken in het college van GS. En het advies zal zijn om geen extra geld te steken in de tunnel halverwege Damsholte. En de reden daarvoor is dat het project al volledig onder druk staat financieel. En dat mocht er een aanbestedingsvoordeel zijn, dat het nodig is voor de tunnel bij de Oude Twentseweg. Dat is wat wij op dit moment weten. Mijn vermoeden is dat wij 2, 3, 4 december dat antwoord zullen krijgen. En als dat antwoord er komt, dan voel ik aan deze raad dat het onvoldoende is in het kader van verkeersveiligheid zoals de raad dat op dit moment voelt. Echter, deze versmalde tunnel is juist met het oogmerk op verkeersveiligheid zo smal geworden om sluiproutes tegen te gaan en verkeer te dwingen het tempo waarin ze passeren aan te passen. Als we ervoor kiezen om op het moment dat wij het bericht krijgen uit Zwolle dat er geen extra geld komt voor verbreding van de tunnel, om dan het bestemmingsplan af te wijzen, bestaat niet alleen het risico, maar geef ik op een briefje dat wij opnieuw geconfronteerd worden in onze gemeente met een inpassingsplan. En dan hebben we absoluut geen enkele regie. En inderdaad, het is zo. Het gaat hier over een bestemmingsplan en het gaat niet over hoe we dat moeten gaan regelen met benverharding, et cetera. Wat we wel kunnen doen, is een uiterste inspanning plegen op het moment dat we zelf de regie houden en zelf het bestemmingsplan vaststellen, om in het beheers- en onderhoudscontract aan te geven waartoe we wel of niet bereid zijn. Als dat voldoende is, die toezegging, om daarop in te zetten, dan stel ik u voor om het aan te houden. Maar als u sowieso zegt van als er geen extra euro komt, geen verbreding van de tunnel, dan doen wij niet mee. Dan hoor ik dat graag vanavond, want dan kunnen wij dat signaal afgeven bij de provincie. En dan kunnen we dan onze knopen gaan tellen. Tot zover, voorzitter, in eerste termijn. Dank u wel. Ik heb de indruk dat de wethouder een vraag stelt aan de gemeenteraad. Ja, ik twijfel een beetje over het woord, meneer Remmers, dat klopt. Maar misschien is het wel goed om in de tweede termijn daar toch even kort op in te gaan. Een beetje kort in mijn eigen woorden samengevat, zegt de wethouder, heeft het nog zin dat ik in gesprek ga met het provinciebestuur? Of bent u eigenlijk er wel uit dat dit maar niet moet op deze manier? Dan is dat ook een boodschap. De fractie van het CDA, de heer Dunnewind. Voorzitter, mogen we even schorsen? Ik kan me daar iets bij voorstellen. Zullen we dat 5 minuten doen? Minimaal.
Is nog wel de krokettenmotie van toepassing? Nee. Nou, vanavond niet, maar ik vind het een donders goed idee, meneer de Jonge. Dus bij iedere schorsing voort dan gewoon een kroket. Zullen we dat gewoon voorzitter, maar volgens mij is er in 2009 een motie van de heer Nijhuis van de VVD aangenomen. En ik werd er van de week op televisie toch al een beetje door getriggerd dat het een motie ooit was van Balkenende, als ik het goed begrepen had. Dus ja, volgens mij is die motie nog steeds van toepassing. En een kroketje gaat er wel in, hoor. Ik beloof u, ik ga het archief induiken en als die motie er ligt, dan ga ik hem inzetten. Ik had de indruk dat de microfoon wat zachter was, maar dat klopt ook. U bent weer terug. Dus volgens mij kunnen wij een vervolg geven aan de vergadering met de tweede ronde. Het woord is aan de fractie van het CDA, de heer Dunnewind. Voorzitter, dank u wel. De wethouder bedankt voor de beantwoording, duidelijke beantwoording van alle vragen. Het was een duidelijke analyse, zal ik maar zeggen. Als CDA hechten we eraan dat het voorstel wordt aangehouden. Verantwoordelijk goed bestuur, dat gaat ook over rekening houden met risico's van veiligheid, verkeersveiligheid, maar ook van de financiën. En daar wil ik het voor dit moment bij laten. Dat gaat ook voor de provincie dus, in dit geval. Ik check even bij de wethouder of hij daar een heldere boodschap aan heeft, maar dat is zo. De heer De Jonge, de fractie van de VOV. Ja, dat is goed. Ja, voorzitter, gehoord hebbende wat de wethouder gezegd heeft, en dank voor die reactie, want eigenlijk heb ik dat in mijn eerste termijn ook al gezegd, onderschrijf ik dat. Hè. Formeel gaat het hier om bestemmingsplanwijziging. Maar wij vinden het toch van belang dat ook om een beetje, misschien moet ik het heel zachtjes zeggen, de druk op te voeren richting de provincie, dat we het hier aanhouden. En ik verwacht eigenlijk van het college dat er morgen niet alleen een telefoontje, maar een brief naar GS gaat, waar helder in ons geschreven wordt dat wij niet akkoord kunnen gaan omdat de verkeersveiligheid niet gegarandeerd kan worden enzovoort enzovoort. Dus ons voorstel is, we sluiten ons aan bij het CDA, aanhouden. Dank u wel, de fractie van de D66, de heer Nijhuis. Ja, wij kunnen ons daar ook bij aansluiten. Wij wachten ook op betere en volledige informatie voordat we een besluit kunnen nemen. En wij zijn voor het aanhouden van dit stuk. Dank u wel. De fractie van de VVD, de heer, mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Kijk, in het kader van de van een verantwoord goed bestuur staan wij, zoals ik in eerste termijn al heb aangegeven, voor aanhouden van dit voorstel. Er zijn te veel zaken die hier op ons afkomen. Er zijn te veel onduidelijkheden. En het zou goed zijn als we meer duidelijkheden krijgen. En daarom gewoon aanhouden dit voorstel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. De heer Moerman, fractie van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook dank voor de duidelijke inderdaad keuzes die de wethouder bij de raad neerlegt. We kunnen meegaan ook wat de CDA betreft voor aanhouden tot er een formeel antwoord is van de provincie. Dank u wel. Fractie van LPO, de heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het me wel lukt zonder mijn iPad. De beantwoording was duidelijk. Als LPO-fractie willen we toch zeker ook wel enerzijds onze teleurstelling, maar anderzijds ook een oproep doen richting de provincie om toch voor dit geld, een van de rijkere provincies van Nederland heb ik pas nog gelezen, dat ze toch nog eens een keer goed moeten gaan kijken of ze de veiligheid die ze nu op deze manier proberen te creëren op de N348... of ze de onveiligheid die er nu is niet aan het verplaatsen zijn naar de parallelwegen. En of dat geen 100.000 of 200.000 euro waard is, durven wij zwaar te betwijfelen. Dank u wel. Fractie van de ChristenUnie, de heer Wint. Voorzitter, dank u wel. We kunnen als ChristenUnie ook heel goed meevoelen met de rest van de raad. En we hebben goed geluisterd naar de wethouder. We vinden zijn voorstelling van zaken zeer reëel en we hebben dit in het voortraject ook al meegewogen.
We zouden het daarom toch voor willen kiezen om wel in ieder geval de regie in eigen handen te houden. En de wethouder nog de mogelijkheid te geven om in te zetten op het beheersplan. Maar met aanhouden van dit stuk kunnen wij ook wel leven. Dank u wel. Van de zijde van het college aangeven korte behoefte aan een schorsing te hebben. Dus ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Dames en heren. Wij kunnen door met de tweede termijn namens het college wethouder ter kust. Voorzitter, dank u wel. De reactie van de raad is helder en duidelijk. Waarbij ik even kort in wil gaan op de tweede brief die de VOV-fractie graag verzonden wil hebben. Het lijkt me een beetje voorbarig. Daar waar wij officieel het antwoord nog niet weten, om dan al de tweede brief te sturen op basis van een verondersteld antwoord. Dus we wachten gewoon eerst die eerste brief af. In die tussentijd wil ik, voor zover dat van toepassing is, de fracties wel oproepen om ook hun lobbywerk te doen richting hun fracties in de Staten. Wij houden het voorstel aan totdat wij formeel antwoord hebben van de provincie. Dank u wel. Ik doe een korte aanvulling op de wethouder. De raad houdt het stuk aan. Dus als u dat ook goed vindt, dan zouden we dat op die manier kunnen doen. Mag ik al dus concluderen? Dan komt het hier terug. Maar niet eerder dan dat wij iets hebben namens het college van GS, dan wel de provincie in welke vorm dan ook. Omdat anders bespreking hier denk ik niet zoveel zin heeft. Akkoord? Al dus besloten. Dan komen we bij het volgende agendapunt. En dat betreft de overdracht van de exploitatie van het openluchtbad Oldevechten. Wie wenst daarover het woord? Dat zijn volgens mij ook alle fracties. Ach, ik begin eens middenin. De heer De Vries Robles, D66. U zit zo mooi tegenover me. En het gaat in één keer goed, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, met het voorstel, voor zover dat nu voorligt, kunnen wij het volledig eens zijn. Wij hopen dat het een succesvol vervolg zal hebben. We hebben slechts één vraag. Kern van het voorstel is dat de stichting enige vorm van reserves kan opbouwen. En daar zullen ze een aantal jaren voor nodig hebben. En de enige vraag die wij nog hebben is, stel dat in die tussentijd er een keer een slecht jaar tussen zit en de stichting daardoor in gevaar gebracht wordt. Hoe gaan wij daarmee om? Dank u. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de VVD, mevrouw Lagas. Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie die kan akkoord gaan met het voorstel zoals het hier nu ligt. Overigens steunen we de vraag van D66. Maar wij hebben één onderdeel waar wij moeite mee hebben. En dat is het onderzoek naar het strandje. Wat ons betreft maakt dit geen deel uit van de overdrage van de exploitatie van een zwembad. En wij vinden dat dit meer bij de onderzoeken hoort voor de ontwikkeling van het centrum en de beleving van de Vecht. En wij adviseren u dan ook om te kijken of dit het onderzoek mee kan gaan lopen met het nieuwe programma Ruimte voor de Vecht. Volgens mij hoort het daar meer op zijn plaats en niet bij de exploitatieoverdracht van de stichting. Dus of u neemt het over of wij zullen bij onze stemverklaring daarna erop terugkomen. Dank u wel. De fractie van LPO, de heer Remmers. Ja, ik wil niet voor mijn beurt praten, voorzitter, dus vandaar. Maar het is blijkbaar mijn beurt. Het zwembad. Vanaf dag 1 hebben wij ons sterk gemaakt voor het zwembad. We zijn ook blij met het traject wat hier doorlopen is. In goed overleg ook met het zwembad en met de diverse partijen. En in die zin kunnen wij ons vinden in dit raadsvoorstel. We hebben eerder één zorg geuit en daar hebben we gelukkig wel een toezegging van de wethouder op gekregen. Van stel dat, en we hopen het niet en we verwachten het niet, maar je weet maar nooit, dat het inderdaad niet gaat lukken. Dan wel te weinig vrijwilligers, geen bestuur of inderdaad niet één slecht jaar, maar drie slechte jaren. Dan willen wij wel graag sowieso dat het zwembad voor Ommen in stand blijft. En dus zoeken we dat vangnet, zoeken we dat noodscenario en zoeken we dus een toezegging van de wethouder dat op het moment dat het zover komt, dat het dan ook weer hier komt. En dat het dan niet aan de stichting is om zich op te heffen en vervolgens
het zwembad niet meer bestaat. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ga ik toch terug naar de heer Moerman, fractie van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook wij kunnen instemmen met het voorstel. Er is zelfs een exploitatieoverschot. Goed, ik kan ook wat betreft meegaan natuurlijk met de LPO steun voor dat. Wat is dan het scenario inderdaad? Als het gaat om punt A, het onderzoek naar het laten uitvoeren, de mogelijkheden voor de verplaatsing van het strandje. Ja, het is natuurlijk aan de ene kant logisch om dat bij ruimte voor de vechten te plaatsen. Aan de andere kant is het wel een vraag vanuit de stichting Openluchtzwembad. Dus aan de ene kant is het zo, aan de andere kant heeft het wel degelijk iets met elkaar te maken. Want wat hun betreft gaat het om een doelgroepenvermenging en dan heb je het over de parkeerplaatsen en dergelijke. Maar goed. Het zou meer passen in ruimte voor de vecht als op dit moment, als met dit voorstel. Dus dat betreft kan ik daarin meegaan. Voorzitter, tot zover. Dank u wel, fractie van de ChristenUnie, de heer Van der Mooren. Meneer de voorzitter, tijdens de behandeling van het onderwerp in de commissie hebben we al wat vragen gesteld naar het karakter van de financiële middelen die ter beschikking zullen worden gesteld. En zowel het karakter als ook de omvang van die middelen. Die zijn voldoende de moeite waard om niet zomaar te volstaan met een eenmalige accordering van bedragen. En dat dan voor een reeks van jaren. We hebben alle waardering voor de particuliere initiatieven om dat zwembad open te houden. Daar geen enkel misverstand over. We hebben dat ook al eerder gezegd en we blijven dat ook zeggen. Maar voorzitter, het lijkt ons wel zo reëel, bezien in het licht van de begrotingsdiscussie die we vorige week donderdag met elkaar voerden, dat de vinger aan de pols wordt gehouden. En concreet denken wij er dan aan dat enerzijds het zwembad erop moet kunnen rekenen voor een reeks van jaren voldoende steun van de gemeente te ontvangen. Maar anderzijds moeten we als gemeente ook periodiek weten waar we aan toe zijn met die steun. Dus nogmaals de vraag om, waar dat gebruikelijk is bij toekenning van grote bedragen, om toch eens per jaar bijvoorbeeld met elkaar overleg te hebben over hoe de stand van zaken is. We hebben al eerder aangegeven dat, en wat we niet hopen, maar zo nodig ook zakelijke beslissingen moeten kunnen nemen. We zijn van mening, meneer de voorzitter, dat we een tweede tinnenfigurenmuseum misser moeten voorkomen. Dank u. Dank u wel, de fractie van het CDA. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook CDA kan zich vinden in het voorliggende voorstel. En we zijn blij sowieso met de voortvarendheid van het hele traject. Nog blijer met de energie ook en de volharding van het stichtingsbestuur en de vrijwilligers. Ik denk ook dat we het aan moeten om het los te laten, maar wel zorgen dat de kaders kloppen. En ik denk dat de kaders op dit moment goed gesoldeerd zijn. Eén punt wat ons betreft niet in het raadstuk thuis hoort. Een aantal andere raadsleden hebben het ook al benoemd. Dat is wat ons betreft het onderzoek naar het strandje. En dat mogen duidelijk zijn. Daar ga ik verder geen politieke uitingen over doen. Dank u wel. Dank u wel. Tenslotte de fractie van de VOV, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, laat ik maar met het laatste van mevrouw Bakelaar beginnen. Want ik had eigenlijk verwacht dat daar op het onderdeel, want wij onderschrijven dat, dat daar een amendement voor ingediend zou worden om dat te schrappen. En misschien moeten we dat met de partijen die dat stukje van het strandje eruit willen hebben. Daar ben ik een grote voorstander van, want er staat los van het zwembad, om daar straks even een amendement voor in te dienen. Of ja, misschien kunnen we dat mondeling amenderen dat het geschrapt gaat worden. Dus dat is de vraag aan u. Ja, voorzitter, het zwembad, het openluchtbad De Olde Vechten. Ik ben eens in de archieven gaan duiken met dank aan de Griffie. Vanaf de raadsperiode 2006-2010 is hier al over gediscussieerd. Op de raadsvergadering van 26 maart 2009 heeft hier in de raadzaal een pittige discussie plaatsgevonden over het openhouden en wel sluiten van het zwembad. En dat heeft ertoe geresulteerd dat het zwembad verbouwd ging worden, voorzitter. En in de raadsperiode daarna lagen de plannen heel vreemd, kort na de oplevering van die verbouwing, om het zwembad onder te brengen dan wel te verkopen. En dat ging niet lukken, omdat daar geen, zo heb ik in de stukken gelezen, omdat er geen horeca mogelijk was, waren er geen gegadigden.
Voorzitter, in de raadsperiode daarna waren er twee moties nodig. November 2012 en november 2013 bij de begrotingsbehandeling om aan te tonen en opdracht te geven aan het college om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het onderbrengen in een stichting. Voorzitter, wij zijn zeer content dat dit gelukt is. Voorzitter, en we zijn ook blij dat het college daar heel veel energie in heeft gestoken. Voorzitter, maar ook naar de resultaten van die energie zijn we zeer trots op alle vrijwilligers die het eerste jaar hebben aangetoond dat er toekomst is voor het zwembad. Voorzitter, en wij zien dit als een win-win situatie. Want niet zijn er volledige bezuinigingen binnengehaald die bedoeld waren door het zwembad te verkopen aan de particulier. Maar als ik het goed gelezen heb, levert het een besparing op van ongeveer 200.000 euro. Daar waar het eerst 400 en nog wat duizend euro kostte. Voorzitter, daar zijn wij zeer blij mee. Wij willen wel, voorzitter, en ik hoop ook, kijk ook even in de raad rond. Ik heb het al aangegeven, vanaf 2009 discussie hier in de raad over de openhouden van het zwembad. Dat we nu eindelijk bij het punt zijn dat we die discussie kunnen sluiten. En dat het niet meer terugkomt in de raad, maar dat de toekomst is voor zwembad het Oldevechten. En daarmee wens ik de vrijwilligers en de stichting veel succes. Dank u wel. Dan kom ik bij het college, wethouder Schelen in eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik relatief kort kan zijn, want ik merk dat raadsbreed eenzelfde lijn bij dit voorstel is. Allereerst heel veel waardering voor het voorstel, met name ook richting de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Daar sluit het college zich van harte bij aan. Het is echt een uitstekend resultaat en alle lof voor de stichting en al degenen die daarbij betrokken zijn. Tweede is het punt van het strandje. Er is natuurlijk een verband met het voorstel. En ja, we hebben afgesproken om in ieder geval een stukje herinrichting te doen daar bij het parkeren. En nou ja, ik begrijp dat daar geen enkel probleem mee is. Het gaat meer om het meer fundamentele verhaal van goh, hoe zien we nou het strandje in algemene zin. En ik kan wel volgen degene die gezegd heeft van goh, dat past beter in het ruimte voor de vecht. En ik heb er even kort met een collega over gehad. Wij zeggen u graag toe om dat daarin te betrekken. Want wij zien inderdaad ook wel dat meer fundamentele benadering vergt. Belangrijkste punt is natuurlijk van wat als. Wat als het nou wat minder gaat met het hele verhaal. Door wat voor reden dan ook. Ik denk dat in eerste instantie ik daar wel bij wil zeggen dat we heel veel vertrouwen hebben in de stichting. Ik heb al eerder gezegd dat we zien dat daar veel deskundigheid en passie is. En dat is een enorme waarborg, denken we, in algemene zin. Het tweede is dat de gemeente, hoe je het ook went of keert, natuurlijk wel betrokken blijft bij dit hele verhaal. Want de gemeente blijft eigenaar, de gemeente houdt de kapitaalslasten, de gemeente doet het groot onderhoud. Dat zijn zware kosten, die blijven we ook gewoon doen. Derde is, de vinger aan de pols van de heer Van der Mooren, die hebben natuurlijk de eerstkomende jaren natuurlijk indirect sowieso, omdat we hebben afgesproken dat we in drietal jaren incidentele investering mogelijk willen maken. En uiteraard vragen we natuurlijk dan ook naar de stand van zaken bij de desbetreffende stichting. Als zij een investering willen doen, dit jaar zou het 40 zijn, volgend jaar 20, derde jaar 10.000, nou, dan is het uiteraard ook zaak om daar even de vinger aan de pols te houden, nog los van het feit dat we een relatie hebben met elkaar en houden. We hebben het al gehad over natuurlijk die kapitaalslasten en het groot onderhoud. Het is natuurlijk ook zo dat we afgesproken hebben dat er een relatie blijft, ook met de carousel, bijvoorbeeld als het gaat om het gemeenschappelijk abonnement. Dus er blijft een relatie, maar het is inderdaad wel een onafhankelijke stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie. En last but not least, er is natuurlijk nu al een licht overschot, 20.000 euro ongeveer, die men in feite al kan reserveren. Dus het moet wel een buitengewoon slechte zomer zijn en achter elkaar ook erg misgaan alvorens de stichting in de problemen komt. Wij schatten dus die kans als buitengewoon beperkt, maar ik heb goed naar u geluisterd. U wilt waar dat mogelijk is, toch het zwembad behouden. Dat is uiteraard dan ook aan de raad. Dus ik denk dat het passend is dat op het moment dat dat zou gebeuren, nogmaals, wij achter die kans zeer klein, dat wij in een open gesprek met u terugkomen in deze raad. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn van de kant van de gemeenteraad? Fractie van D66 niet, fractie VVD niet, fractie Partij van de Arbeid niet, LPO niet, ChristenUnie niet,
Partij van de Arbeid niet. Sorry, CDA niet. En VOV ook niet. Mag ik dan concluderen dat u conform kunt besluiten? Dan hebben we al dus gedaan. Dan komen we bij het... Inclusief de toezegging van de wethouder. Ja, staat op de band en op de video en op Twitter en allerlei andere actieve sociale media. Maar u heeft helemaal gelijk, inclusief de toezegging. Dan kom ik bij het laatste agendapunt van vanavond. De gezamenlijke aanpak opvang vluchtelingen. Ik kan me zo voorstellen dat u daar ook allemaal over het woord wenst. Misschien begin ik daar nu maar eens even. Rechts, de fractie van de ChristenUnie. Wanneer komt Theo de Katerberg? Oh, en ik moet inderdaad in plaats van het voorzitter naar voren vragen, omdat ik namens het college, of namens mezelf eigenlijk, de beantwoording ga doen. De waarnemend voorzitter neemt het stokje over, dus die mag ook de vergaderorde bepalen, meneer Van der Mooren. Dus ik was misschien wat te vlot. Ja, u mag ook van de heer Katerberg, dus... Ik dank de beide voorzitters voor toestemming om het woord te voeren. Ik moet zeggen dat ik iets anders tegen dit agendapunt had aangekeken en eigenlijk meer had gerekend op een uitwisseling van meningen dan dat wij als fractie direct een standpunt zouden geven over de stukken die zijn voorgelegd. Neemt niet weg dat, zoals wij de stukken hebben gelezen, niet in de laatste plaats ook de informatie die ons via schriftelijke informatie is toegekomen, een bijzonder helder beeld werpt en eigenlijk spoort met wat wij met elkaar ook hebben afgesproken. En wat de aanpak betreft, daar kan ik ook heel kort en duidelijk over zijn, onze instemming heeft, voorzitter. Tot zover. En misschien dat in tweede termijn, als ik anderen ook heb gehoord, aanleiding vindt om daar nog op te reageren. Maar wij hebben niet echt nog dringende adviezen om op onderdelen de voorgestelde zaak te herzien. De heer Bongers. Kijk, in één keer goed. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij hebben geen vragen of problemen met de aanpak en de communicatie. Daar kunnen wij ons prima in vinden. We hebben nog wel een pragmatische vraag. En dat gaat eventjes over de raadsbrief over de huisvesting van statushouders in Ommen. In de raadsbrief wordt melding gemaakt van dat er toch in de tweede helft van 2016... ja, een moeilijke taakstelling ligt om de huisvesting van alle statushouders te realiseren. We hebben de concrete vraag, wat betekent dat? Want de prognose is verhoogd van 24 naar 45. Hoe gaan we om met de bestaande wachtlijst? Hoe verhoudt zich dat met elkaar? Dat was onze vraag, voorzitter. Mevrouw Lagas. Even heel kort, voorzitter. Feitelijk niets ten aanzien van die twee brieven die op de agenda staan. Maar die zijn ons duidelijk genoeg. Dat is ook datgene wat we hebben afgesproken. Alleen de mail die we vanmiddag kregen over de vestiging van de statushouders die eraan zitten komen, heb ik puur een communicatievraag naar buiten toe. Wanneer komt dat? Dat het in Ommen ook bekend wordt. Dus los van de brief die wij gekregen hebben. Nee, geen statushouders. Sorry, zei ik statushouders? Oh, dat ligt aan het tijdstip. Nee, dat bedoel ik niet. Nee hoor, de crisisopvang die eraan zit te komen, daar gaat het mee om. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, de opvang van vluchtelingen. Voorzitter, allereerst moet mij van het hart dat... wij trots zijn dat we voor het tweede achtereenvolgende jaar op de Bessemerberg zo'n 370 statushouders opvangen. Als kampeerder ben ik daar zeer nauw bij betrokken en zie ik veel dingen, positieve uitstraling. En ik vind dat we dat eens allemaal goed doen. Voorzitter, maar ik wil toch even terug naar 17 september, de raadsvergadering hier. En ik heb het al eerder gezegd en ook in de media gezegd. Ik heb een andere belevenis,
bij datgene wat we daar toen afgesproken hebben. Ik heb de belevenis dat daar afgesproken is voor het moment wat daar gebeurde. Het verzoek om dat moment, 14 dagen voordat de statushouders op de Bessenberg zouden komen, er daar in de zomerhuisjes crisisopvang plaats zou vinden. Punt uit. Voorzitter. En als je dan verder kijkt, dan ben ik van mening, is mijn fractie van mening, dat de situatie die daarna heeft afgespeeld, en ik refereer even naar degene wat in Oranje is gebeurd, Steenbergen, Purmerend, maar ook kort geleden in Otterlo en Wierde, maar ook hetgene wat de minister aangegeven heeft en de VNG, dat we wanneer we opvang doen, beter moeten communiceren met de burgers. En beter moeten communiceren, de raad erbij betrokken. Dat is voor mij hetgene geweest wat wij daar afgesproken hebben en wat daar kort daarna in de landelijke situatie gebeurd is. Voorzitter, dat wil niet zeggen dat wij tegenstander zijn van de opvang van crisisopvang, 72 uur opvang hier in Ommen. Voorzitter, alleen had ik gehoopt, en ook gezien de agenda vanavond, dat het eerst hier besproken was en dat we dan met z'n allen hadden kunnen besluiten of aan hadden kunnen geven hoe de raad er tegenaan kijkt. En voorzitter, waarom zeg ik dat? Want ik ben het namelijk helemaal voor de volle 100%. En in het verleden, toen u nog directeur was bij de Nederlandse Spoorwegen en ik in de ondernemingsraad zat, hadden we met elkaar nog onze meningsverschil. Maar daar waar het ging over de opvang van 72 uur opvang van asielzoekers, ben ik voor 100% eens met hetgene wat Han Noten in de media heeft aangegeven. We moeten niet meer leuren met asielzoekers van sporthal naar sporthal. En ik zie dat het hier gebeurt. En ik vind dat wij als gemeenteraad, maar u ook als college, een rol hebben om bij het kabinet, maar ook bij de COA aan te geven dat dat niet meer op deze manier kan. Humanitair kunnen we die mensen niet van hort naar her schrijven. Want voorzitter, want wij, en dat heb ik ook op 17 september al aangegeven, wij zouden er meer voorstander voor zijn voor opvang voor langere termijn, een maand of drie. En er zijn in Ommen, want wij hebben met ondernemers gesproken die lege panden hebben staan, zijn er mogelijkheden om dat te creëren. Voorzitter, dus ja, een kleine kanttekening, ook wel een stukje nuancering, maar ik hoop dat u begrijpt dat wij, voordat er weer ooit een opvang komt van 72 uur opvang, dat het met ons hier in de raad besproken wordt en dan eventjes aan de nieren proeven hoe we daar tegenaan kijken. Voorzitter, en dan wat betreft de taakstelling van de huisvesting. Voorzitter, wij sluiten ons aan bij datgene wat er vanuit Den Haag naar beneden is gekomen. Eerst de wachtlijst sociale huurwoningen opvullen en daar ruimte in creëren daarna voor de opvang van statushouders. Dat betekent dus dat wij in het prestatiecontract met de woningbouwvereniging hier in Ommen de Veste snel aan de slag moeten om ervoor te zorgen dat er woningen beschikbaar komen, de wachtlijst opgevuld worden voor mensen die op een wachtlijst staan voor sociale huurwoningen, maar ook voor de statushouders om die op te vangen. Voorzitter, en wat de VOV betreft, ik heb het net al aangegeven, er zijn bedrijven die misschien wel lege panden hebben staan en die het beschikbaar willen stellen. Zouden we een versnelde procedure kunnen toepassen hier in de Raad om daar een bestemmingsplanwijziging of een tijdelijke bestemmingsplanwijziging op te geven, zodat wij voor minimaal 3 maanden hier mensen kunnen opvangen. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben geen vragen over de voorliggende stukken. Het zijn duidelijke brieven en we vinden het ook gezamenlijke plicht om vanuit de solidariteit, ook vanuit het mens zijn, deze kwetsbare groep te helpen. En Ommen doet dat ook op een goede manier. Moeten we ook blijven doen, hebben we ook al eerder in de raad aangegeven. Wat ons betreft kunnen we ook naar verschillende vormen kijken van opvang. Uiteraard moeten we wel kijken, een aantal zaken zijn er wel ontzettend belangrijk, want inwoners van onze gemeente moeten wel daar waar mogelijk betrokken worden bij de zoektocht naar opvangmogelijkheden. De heer De Jonge gaf dat ook al aan. He, inwonersorganisaties, maar ook kerken, die kunnen bijvoorbeeld meedoen in de opvang. Maar niet alleen daarmee, maar ook in het kader van vrijwilligerswerk. Dat wordt ook aangegeven in de schriftelijke communicatie naar ons toe. En dat is ook hartstikke goed. En voorzitter, soms kunnen we daar nog iets van leren. Want ons is wel te oren gekomen dat er vrijwilligers zijn die zich actief hebben aangemeld. En vervolgens toch niets horen. Nou, dat is denk ik even een aandachtspunt. Dat in ieder geval de komende tijd goed gemonitord wordt.
En los even van de dagelijks behoeften die belangrijk zijn, als mensen langer blijven bij ons, is, en het wordt ook al aangegeven in de communicatie, niets belangrijkers dan dat je weet wat we met elkaar afspreken, wat de spelregels zijn. Maar dat er ook de mogelijkheid wordt geboden om je toch te ontwikkelen. En dat is natuurlijk eerder aan de orde op het moment dat er sprake is van langere opvang. Maar uiteindelijk is aandacht voor de cultuur en de taal en de normen en waarden ontzettend belangrijk. En de heer De Jonge gaf het al aan, met respect omgaan met mensen. Dat betekent dus ook niet van hot naar her verzeulen. Laten we zorgen dat we met elkaar een warm hart houden voor deze groep. En die ondersteuning blijven bieden die nodig is. En daar wilde ik het bij laten. Dank u wel, voorzitter. Het woord is aan de portefeuillehouder. Ja, kijk. Het is mooi. Ik heb twee kaartjes. Dat wist u nog niet. Eén als voorzitter en één als burgemeester. Dus ik kan steeds een beetje kijken in welke rol ik hier ga staan. Maar ik heb het nu bewust als burgemeester gedaan. Omdat het wel het aardige van de discussie van vanavond is. Dat ik eigenlijk ook de drie rollen heb die je als burgemeester ook hebt. Namelijk als burgemeester. Dus zelfstandig bestuursorgaan. Als voorzitter van uw gemeenteraad. En als voorzitter van het college van BNW. En eigenlijk komen die drie rollen ook wel bij elkaar als het gaat om het hoofdstuk waar we het vanavond met elkaar over hebben, namelijk de opvang van vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en alles wat daaraan verwant is. En dat is eigenlijk wel een groot thema. Dat komt ook wel in de brief naar voren. En soms is het heel actueel in een wat meer crisissfeer en soms gaat het om wat meer structurele opvang. En dat heeft u eigenlijk allemaal ook wel geduid. En eigenlijk speelt het ook allemaal wel in onze gemeente. Of het nu gaat om de vraag die we hebben liggen van het COA, om de crisisnoodopvang die nu actueel is, maar het gaat natuurlijk ook om de huisvesting van statushouders. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om tijdelijke opvang, het kan ook om wat langere opvangen gaan. Overigens is het misschien ook wel goed om te zeggen dat we dat toch in IJsselland met elkaar samen proberen te doen. In dat kader wij ook samen met Hardenberg een cluster vormen en ik er ook wel trots op ben, dat wil ik ook wel zeggen, dat we binnen dit cluster denk ik tot de gemeente behoren in Nederland die een zeer, zeer groot deel van de problematiek opvangen. En dat is geen wedstrijdje. En ik heb ook niet de krant nodig om te vertellen wat ik er allemaal van vind. Ik heb liever dat we hier met elkaar gewoon het goede werk doen. En zorgen dat we dat op een manier doen die goed is voor de mensen die we opvangen. Maar ook goed accordeert bij de omgeving waarin we dagelijks functioneren. Dus dat zijn onze eigen inwoners, bedrijven en instellingen. Volgens mij gaat het hier heel goed. En dat blijkt ook een beetje uit het debat en de inbreng die u vanavond levert. En daar ben ik ook blij mee. Een aantal vragen zijn er wel gesteld. De heer Bongers stelt een vraag over de statushouders. Het zit eigenlijk niet bij mij in portefeuille, maar bij wethouder Ter Keurst. Ik denk dat we het even moeten navragen. Ik weet niet of wethouder Ter Keurst. We gaan het even navragen. We komen daar bij u op terug om het exacte antwoord te geven hoe we dat gaan doen. Het gaat over de statushouders en het hogere aantal dat moet worden opgevangen. En hoe zich dat verhoudt tot de vragen of de wachtlijst die er eigenlijk al is. Dus daar komen we op terug. Mevrouw Legasse stelde een vraag over de communicatie en de heer De Jonge maakte daar ook een opmerking over. We hebben eigenlijk heel goed nagedacht over de communicatie en dat ook geprobeerd zo zorgvuldig mogelijk te doen. Maar ook gewoon met rust te doen, in alle eerlijkheid. Het gekke is, we zitten nu in een crisissituatie. Het wordt ook aangepakt als ware het een crisissituatie. Maar het is wel een crisissituatie waar we een week of anderhalf de tijd voor hebben om op te lossen. Nou, dat is normaal een klein beetje anders. Dus we hebben hier ook een aantal dingen gewoon kunnen oppakken op een rustige manier. Ook geleerd oost van de ervaring in Hardenberg, zegt er maar bij. Omdat we natuurlijk vanuit één bestuursdienst nu weer eigenlijk met dezelfde mensen werken als dat in Hardenberg de problematiek hebben aangepakt. Dat is denk ik heel prettig in deze situatie. Dus we hebben kunnen nadenken over de vraag van het COA. We hebben ook kunnen inschatten hoeveel mensen kunnen we nou redelijkerwijs op een goede manier in Ommen opvangen. En we zijn uitgekomen op de locatie die bij u bekend is gemaakt vanmiddag. En die we ook aansluitend direct naar omwonenden, gebruikers enzovoort hebben gecommuniceerd. Dus daarmee is het ook bekend geworden. Ik stelde het wel op prijs en met mij betrokkenen om u als eerste te informeren. Maar daaraan direct aansluitend alle anderen. We hebben dat gedaan op een schriftelijke manier, maar ook geprobeerd zoveel mogelijk belanghebbenden telefonisch te bereiken, zodat het ook gewoon duidelijk is. Mocht dat niet gelukt zijn, kunnen mensen ons bereiken. We hebben ook een telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar gesteld, waarop mensen gewoon vragen kunnen stellen.
Maar wij zullen ervoor zorgen dat de opvang vanaf volgende week maandag gewoon op een ordentelijke manier gebeurt. Zowel voor de mensen die hier naartoe worden gebracht, als de mensen in de omgeving daarmee te maken hebben. Het gaat overigens voor wat overlast zorgen. In die zin dat mensen natuurlijk even een keer niet kunnen sporten of gebruik kunnen maken van de sporthal. Maar ik denk er maar dat is klein leed afgezet tegen de mensen die daar opgevangen moeten worden. Met alle begrip overigens voor het feit dat dat ook voor andere mensen weer vervelend kan zijn. Maar volgens mij komen we daar in om met elkaar op goede manier uit. Ja, de heer De Jonge heeft een andere herinnering aan 17 september dan anderen. Althans, dat was zijn stelling als het gaat om wat daar is afgesproken. Ik was er niet bij, dus ik heb er helemaal geen herinnering aan. Maar ik heb natuurlijk wel begrepen dat er een opdracht is en een mandaat. Nou, daar kunnen we eigenlijk de hele avond nog met elkaar over discussiëren of dat mandaat nou op dat moment wel of niet gegeven is. De vraag ligt nu voor. Als deze raad nu zou zeggen, bel het COA maar op en ze hoeven niet te komen, dan ben ik de eerste die dat doet. Maar ik geloof dat dat helemaal niet de portée is van de uitspraak van de raad en ook niet van de heer De Jonge. Want ik hoor hem daarna ook warme woorden spreken over de opvang. Dus ik denk ook niet dat dat de insteek is. Ik denk dat we binnen de wens van de raad hebben gehandeld, laat ik het maar zo zeggen. En dat we dat goed hebben aangevoeld. En we hebben daar geprobeerd echt ordentelijk over te communiceren. En gewoon rustig over te communiceren. En ik vind dat we dat goed hebben gedaan. Dat mag u anders wegen, maar ik denk dat we dat goed gedaan hebben. Ja, dan vrijwilligers. Dat is nog wel iets waar we extra op in gaan zetten. Ook voor de opvang de komende 5 dagen, 4 nachten. Waar we overigens bewust hebben gekozen om het door de week te doen. Zodat we ook gewoon de goede aandacht aan de groep mensen kunnen geven. Daar hebben we vrijwilligers bij nodig. Het wordt geen, laat ik het ook maar netjes zeggen, het is niet onze bedoeling om allerlei pottenkijkers op te roepen. Die mensen hebben te druk, zijn gestrest, hebben behoefte aan rust. Dus we proberen dat ook gewoon in alle rust de mensen een kans te geven om rust te vinden. Maar we kunnen wel goed vrijwilligers gebruiken. Daar hebben we ook een e-mailadres voor geopend per vandaag. vluchtelingen@ommen.nl. Dus mensen die een bijdrage willen leveren kunnen zich daar melden. Er wordt contact mee opgenomen en we kijken of er een match te maken is. Maar dan heb ik wel goede verwachtingen van de ervaring inderdaad met de opvang die we al doen, zijn ook gewoon positief. Overigens, mevrouw Bakela maakte nog een opmerking over dat ze vrijwilligers gemeld hebben die vervolgens niks horen. En dat zal denk ik bij het COA zijn geweest, omdat die verantwoordelijk is voor die opvang. Maar daar gaan we wel even achteraan, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen zich melden en vervolgens niks horen. Het kan zijn dat iemand iets wil doen wat misschien niet passend is. Maar goed, dan moeten ze die respons ook wel krijgen. Ik denk voor dit moment kan ik het bij deze beantwoording laten. Voorzitter, ik wil nog één opmerking maken. Zo het nu lijkt is er denk ik unaniem draagvlak in de raad om aanstaande maandag een grote groep vluchtelingen op te vangen in de gemeente. We zullen dat op een nette manier doen. Op een goede manier die ook past bij Ommen en ook bij de sfeer die hier past. Wij zijn daar ervaren. Ik heb er ook vertrouwen in dat het goed komt. En ik zal er ook voor zorgen dat in de loop van de week u ook gewoon wat op de hoogte wordt gehouden van de zijde van het college of van mij over de voorgang daarvan. En ik zie ook tegemoet een verdere discussie, want ik heb ook wel die opening bij een groot aantal fracties gehoord om na te denken over wat andere vormen van opvang. Een aantal fracties heeft er ook aan gerefereerd. Ik denk dat we dat gesprek ook op kunnen pakken met het COA om te kijken hoe we dat op een goede manier kunnen doen. Die verantwoordelijkheid ligt dan evenwel meer bij het COA of bij de veiligheidsregio. Maar goed, mocht ze dat concreet aandienen. De heer De Jonge noemde ook de recreatieondernemers. Nou, zo zijn er mogelijk een aantal kansen. Dan komen we daarop terug. Dat geldt dan echter wel voor. Dat is anders dan een crisissituatie. Daar hoort ook een wat uitgebreider participatie- en communicatietraject bij. Ik denk niet helemaal in de vorm zoals we dat eerder vanavond hebben besproken. Wat de werkgroep onder leiding van mevrouw Makkie heeft gedaan. Daar heeft de tijd dan niet voor. Maar dan hebben we iets meer de rust om een aantal dingen goed te regelen. Overigens kan het alleen maar als het ook weer passend is in de omgeving. Nou goed, ik heb in ieder geval geproefd dat ik het mandaat heb of de ruimte heb om dat gesprek aan te gaan. Als het tot besluitvorming leidt, komt het natuurlijk hier sowieso terug. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. Iemand nog voor de tweede termijn? De heer De Jonge en de heer Van der Moeren. Eerst de heer De Jonge. Ik zal hier geen misbruik van maken. Die zal ik even aan u teruggeven. Ik weet niet wat stond erop, voorzitter of burgemeester. Nee, die wil ik niet. Je moet je grenzen weten. Ja, voorzitter, een
Laat ik beginnen met de laatste opmerking, recreatiebedrijven. En daar heb ik ook al eerder aangegeven en ook gezien de berichten die we in de krant gelezen hebben, niet in tenten. Laat ik daar gewoon helder in zijn, want als ik zie wat er in Nijmegen gebeurt, is nu met die storm en andere plekken, dat past ook bij de humane waar wij voor staan. Voorzitter, dan heb ik nog iets opmerking gemaakt over de taakstelling. Van hoe we daarmee omgaan. En als u dan, want dat zou kunnen dat u hetzelfde antwoord geeft als u wat richting de heer Bongers geeft. Van daar komen we op terug, hoe we daarmee omgaan. Daar ben ik trouwens op korte termijn wel heel nieuwsgierig naar hoe we die taakstelling gaan doen. Volgens mij hebben we volgende week een informatiebijeenkomst die over een prestatiecontract gaat. En daar hecht ik zeer van belang in dat we daar een prestatie op korte termijn over afspreken. Voorzitter, wat ik wel graag zou horen is de opmerking die ik gemaakt heb, en dat kan ook via de veiligheidsregio, het signaal richting de COA over het hoppen van hoppen. En volgens mij, hè, want als buurman Noten al dezelfde insteek heeft en wij hebben hier die insteek, ik heb een andere aantal fracties er ook opmerkingen over horen maken, met name het CDA, dan wil ik aan u vragen of het gezamenlijk te doen of via de veiligheidsregio een signaal af te geven dat wij daar geen voorstander van zijn. Voorzitter, waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is deze 72 uur opvang, want ik heb iets gelezen in de raadsbrief, de kosten daarvan. Want verkeert in zwaar weer. En volgens mij is de COA degene die geld van de overheid krijgt om dit te faciliteren. En ik kan me niet anders verwachten, want ik zie ook een aantal dingen op het groot asielzoekerscentrum, wat we tijdelijk ingericht hebben op de Bessenberg, waar nog wel een beetje met geld geschoven wordt door de COA. En waar grof geld betaald wordt voor de opvang. Dat ligt rond de 40 euro per persoon, als ik het goed begrepen heb. Dan ga ik ervan uit. En ik hoop dat dat zo is, dat de COA de kosten voor de inrichting van de slagen en alles wat daarbij hoort voor hun rekening neemt. De heer Van der Moren. Voorzitter, ik bedank de burgemeester, portefeuillehouder en voorzitter voor zijn beantwoording, in ieder geval ook van onze opmerkingen. Ik kom nog even terug op dat mandaat. Dat had inderdaad heel uitdrukkelijk te maken met de plotselinge situatie waarin de burgemeester dan stond, die zeer snel een antwoord moest kunnen geven op vragen vanuit COA. En dat is de reden geweest. Dus dat gold niet alleen voor dat moment, maar sowieso voor een crisisopvang met een acute noodzaak. Dat is de reden geweest. Maar daar knoop ik meteen het volgende aan vast, dat we nu kennelijk toch wel meer te maken krijgen dan met een 72 uurs opvang en langer, dan zou het wellicht meer voor de hand liggen om met elkaar te spreken over mogelijke opvangplaatsen. En dat sluit weer aan bij voorstellen die ook vanuit de VOV zijn gedaan wellicht. Dus daar komen we nog wel over te praten. Dat op dat moment met de bevolking ook wel wordt gesproken. Want we hebben hier, voor zover ik weet, geen problemen met de bevolking. Maar we moeten ze ook niet opzoeken. En we hebben een heel goede manier van vooraf informeren meegemaakt vanaf uw kant, nu burgemeester. Ik denk dat we dat ook moeten volhouden, ook naar de bevolking toe. En dat is een prima, transparante manier van opereren. Dus ik voer nu het pleit voor, als het inderdaad gaat om een opvang voor langere tijd, waar ook wij als ChristenUnie voorstander van zijn, dus niet van een 72 uur opvang, maar langer. Als wij daar tenminste zeggenschap in hebben, ook als gemeente binnen IJsseland, zal ik maar zeggen, dan vooraf ook met elkaar doorspreken over waar potentiële opvangplaatsen zijn en dat vooraf communiceren met de bevolking. Dank u. Ja, ik weet nou niet hoe ik u moet aankondigen, want de burgemeester die loopt altijd met zo'n mooie ketting om en die is er nu voor twee. Ik noem dat een ketting. Nee, dat zeg ik niet dat hij aan de ketting ligt. Amstketen op verzoek van mevrouw Lagas. Het is wat lastig. Het woord is aan de burgemeester. Ja, dank u voorzitter. Het is wat lastig om je jasje dicht te doen als je de amstketen om hebt. Dus vandaar dat ik hem even afdeed. Maar ik moet hem wel weer omdoen. Dat hoort dan ook wel een beetje. Ja, er zijn nog zes vragen, zeker uw opmerkingen gemaakt. Daar ga ik graag kort op in. Laten we beginnen met de kosten.
De ervaring leert, we hebben natuurlijk de ervaring vanuit Hardenberg, dat dit niet kostendekkend is. Het is inderdaad zo dat het COA een vergoeding betaalt, ik moet de heer De Jong een beetje aankijken, een vergoeding betaalt voor de directe kosten. Dus laten we zeggen het bed, bad en brood heet dat ook geloof ik wel. Hè? Maar laten we zeggen de directe kosten die je moet maken om vluchtelingen op te vangen. Nou, dat is sowieso al niet helemaal kostendekkend. Daarnaast maken we natuurlijk gewoon ook uren. Dat vergt een enorme ambtelijke inzet om dit allemaal te doen. Nog even los van de vrijwilligers die zich inzetten. Maar die kosten worden niet gedekt door het COA. Daar vind ik overigens wel wat van. Ik vind dat niet goed. Ik vind ook dat als het COA ervoor kiest om eigenlijk gemeenten te belasten met deze vorm van opvang, dan zit het voor een deel al in het feit dat wij met hele lastige, kortstondige opvang te maken krijgen. Soms met lastige situaties in de samenleving tot gevolg. Dat speelt gelukkig in Ommeniet, maar op andere plekken wel. Dus daar vervolgens ook nog eens een hele hoge rekening achteraan komt. En dan is dat vervelend en het is ook niet nodig. Nu wel in deze situatie, omdat het relatief ad hoc is. Maar dat is ook een van de redenen waarom de IJslandse aanpak is bedacht. Omdat daarmee veel meer rust komt op dit dossier. Deze verantwoordelijkheid hoort bij gemeenten, maar door het wat langduriger te doen dan in 72 of 2 keer 72 uur, kun je ook gewoon het wat structurele regelen, vergt er veel minder ambtelijke inzet en wordt het gewoon relatief goedkoper. Overigens is het dan ook niet kostendekkend. Daar vind ik wel wat van. Ik vind eigenlijk dat het Rijk gewoon één op één deze kosten voor haar rekening moet nemen. Dus dat gesprek en die discussie gaan we ook al aan. Maar daarmee is het niet gezegd dat het zo is. Daarom hebben we ook in de brief geschreven dat wij ervan uitgaan dat het toch zeker 50.000 euro gaat kosten. Hoe we dat dan vervolgens dekken, dat is dan een tweede. Daar heb ik wel gedachten over. Maar daar moeten we verder naar kijken. Dus het is ook zeker niet gratis. Hè. Dat beeld wil ik ook vooral niet oproepen. Dit kost de Ommensgemeenschap gewoon geld. Zo simpel is het. En ik vind eigenlijk dat het Rijk het voor haar rekening zou moeten nemen. Maar vooralsnog is het zo dat deze vorm van opvang volledig, of niet volledig, maar in ieder geval ook op de lasten van de gemeente komt. Ja, geen tenten, ben ik hartstikke met u eens. Zou het zo zijn geweest dat wij hier mensen in tenten hadden moeten opvangen, had ik nee gezegd. Niet omdat ik hardvochtig ben, maar omdat ik gewoon dat niet verantwoord vind om in november mensen in een tent ergens neer te zetten. Nou, we hebben allemaal de ellende gezien met de windhozen van deze week. Nou, daar moet je als gemeentebestuur niet verantwoordelijk voor willen zijn. Nou, wij kunnen het nu op een nette manier doen in de sporthal. Ik denk dat we daar ook gewoon goed kunnen regelen. Maar je moet mensen nu niet in tenten laten slapen. Daar ben ik volstrekt helder in. Daar ben ik ook met u eens. Volgens mij zijn we dat ook met elkaar eens. Voor wat betreft de vraag van de taakstelling, ja, eigenlijk hetzelfde antwoord als wat ik richting de heer Bongers al gaf. Ik vind dat we dat even precies moeten opschrijven. Ik zal mijn uiterste best doen dat u dat voor volgende week dinsdag is volgens mij de bespreking over de ruimtelijke zaken, de woonzaken, dat u dat dan beschikbaar heeft. Dan kunt u dat ook bij die bespreking misschien nog wat een verdieping in aangaan met elkaar. Naar het signaal richting het COA, daar heb ik al iets over gezegd. Dat is ook eigenlijk de IJslandse aanpak waarin we gezegd hebben van dat willen wij niet meer in deze regio met elkaar. Niet meer 72 uur of twee keer 72 uur of zoals in ons geval 4 nachten en 5 dagen. We willen gewoon een nette manier waarop mensen wat langer op een bepaalde plek kunnen zijn. Dan is het weliswaar crisisnoodopvang. Maar zonder dat de vluchtelingen constant in de bus worden gejaagd, weer ergens anders in het land worden neergezet. Nou ja, ik ken allemaal de beelden met mensen die 5, 6 polsbandjes om hebben. Ja, dat is niet wat wij willen. En dat is ook precies de reden waarom de IJslandse aanpak in oktober eigenlijk ontstaan is en nu wordt uitgewerkt. De verwachting is dat het ongeveer vanaf januari operationeel kan zijn. Maar tot die tijd blijven we in dit circuit zitten. Nou, eens in de 4, 5 weken wordt er gewoon bij een cluster aangeklopt. Dus wij waren nu aan de beurt. Ik vind niet dat je daar met je rug naartoe kunt gaan staan, dat je dan ook gewoon je bijdrage moet leveren. Dat doen we nu ook. Maar ik hoop wel dat als we de volgende keer aan de beurt zouden zijn, dat we dan eigenlijk gebruik kunnen maken van de IJslandse aanpak. Ik zie wel kansen in onze gemeenschap om ook daar een bijdrage aan te leveren. Overigens gaat die kostenverdeling dan dus over de regio en niet alleen over de gemeente hier. Ik zie daar wel kansen, maar dat vergt wel een uitgebreidere, dat zei ik net ook al, communicatieve aanpak. Waarbij je ook mensen veel meer aan de voorkant betrekt, omdat het dan niet om een keer 4 of 5 dagen gaat. Maar dan gaat het misschien wel om 3 maanden of om 4 maanden of om 5 maanden. En als je dat doet, ja, dan moet je ook wel weten dat er echt draagvlak is in de directe omgeving. Anders moet je daar ook niet aan beginnen. Want
laat maar zeggen, het draagvlak wat er nu is. Hè, de heer Van der Mooren noemde dat ook, dat wil je niet laten afbrokkelen. Dus dat kan alleen maar als je gewoon zeker weet dat je daar een goed besluit in neemt. Dus als dat aan de orde komt, zullen we daar en met de omwonenden, betrokkenen, goed over communiceren, maar zeker ook met u. En ik vind ook dat dat dan ook een nieuw raadsbesluit vergt. Laat daar geen misverstand over bestaan. Dan komen we hier, u moet dan ja zeggen, zegt u dat niet, dan houdt het gewoon op. Ja, voorzitter, ik denk dat ik dan eigenlijk alle punten die in tweede termijn naar voren zijn gebracht heb genoemd. Dank u wel. Interruptie. Dank u wel, voorzitter. Als fractie van de ChristenUnie hebben we nog wel een vraag aan de burgemeester. Hij sprak over kosten en de ambtelijke inzet. Is de burgemeester bereid om de waardering van de fractie van de ChristenUnie naar de ambtelijke inzet, de betrokken beleidsmedewerkers, over te brengen, ja of nee? Daar heeft u de burgemeester niet voor nodig, want de belangrijkste stakeholders zitten achter u. Dus die hebben het in ieder geval gehoord. Maar bij deze zal ik dat zeker doen. Nou, maar het is wel goed dat u die vraag stelt, want het is niet niks. Eigenlijk de groep mensen die het in Hardenberg heeft gedaan, niet zo heel lang geleden, staat nu weer voor dezelfde klus. En het is gewoon echt iets wat erbij komt. En het is avond- en nachtwerk. Niet alleen die 4 nachten, 5 dagen, maar ook in de voorbereiding. Want u heeft ook begrepen dat we op zondag opgebouwd moeten worden. Nou, op de zondag erna wordt er weer afgebouwd. Dus het is eigenlijk full swing, een week hard aan het werk. Ja, ik wil de mensen niet ontmoedigen door te vertellen hoe erg het allemaal is. Dat valt ook wel een beetje mee. Maar het is geen reguliere klus. En ook vanuit mijn kant, dat wil ik hier dan ook gezegd hebben, grote waardering voor de mensen die dit ook zonder klagen doen en gewoon niet meer aan de slag gaan. En ik hoop dat dat ook heel veel van ons inspireert, ook buiten deze zaal, om gewoon ook een steentje bij te dragen. Want iedere hulp, of dat nou is in de sfeer van kinderopvang, misschien wat welzijnswerk, misschien wat andere dingen, we kunnen echt alle handjes goed gebruiken. En ik denk dat het goed gaat werken. Dus nogmaals, vluchtelingen@omme.nl, dan hoop ik dat dat vol loopt met de aanmeldingen. Dank u wel. Dan constateer ik dat er niets meer aan de orde is en dat we de vergadering om 11:55 sluiten. Ik ben er overigens niet van plan om er een traditie van te maken om de vergadering te sluiten.